Deze video wordt u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen. Rob, de eerste officiële wedstrijd. Is hij meegevallen of tegengevallen? Nou ja, eigenlijk een beetje tussenin. Mee of tegengevallen. We hebben het wat moeilijk gehad tegen een heel verdedigende tegenstander. En wat moeilijk betekent dat we eigenlijk in de eerste helft heel erg gedomineerd hebben. Maar niet tot doelpunten zijn gekomen. En ja, het tempo ging wat naar beneden, dus dat was niet goed. Maar het stond wel heel goed, vond ik. We hadden wel steeds dat de tegenstander de bal snel weer kwijt was. We zijn toen iets gaan inzakken, zodat hun iets meer ruimte gaven. Maar dat wilden ze helemaal niet. Dus ze stonden echt steeds met 6 mensen achter de bal. Ja, dan is het heel moeilijk en dan moet je heel geduldig zijn. Dat hebben we in de rust ook gezegd. We zorgen dat je geduldig blijft, dat je blijft spelen en de tempo hoog blijft houden. Nou, dat deden we in het begin van de tweede helft zeker niet. En daar kwam ook dat, ja, het was toch, vond ik wel, een relatief gelukkig doelpunt van hun. Dat was eigenlijk voor ons het zijn om toch een tandje bij te schakelen. En daarna hebben we het gewoon heel goed gedaan. Nou, het eerste kwartier zagen we echt wel heel mooi verzorgd voetbal. Een paar kansen kwamen erin en daarna zakte het ook wat in. Kwam dat omdat die verdediging gewoon met 6 man daar bleef staan? Of? Nou ja, je komt er dan niet doorheen. En ze speelden eigenlijk met 4 achterop en nog 2 verdedigende middenvelders daar vlak voor. Ja, en als dan ons spits Gerardus, dat is een type die toch gaat zwerven. Ja, dan is er niemand voor de goal. En dat was eigenlijk de laatste 20 minuten van de eerste helft wel het geval. Maar goed, we hebben in de rust gezegd, ga vooral via de zijkanten spelen. Kom voor de goal. Nou ja, en gelukkig valt na die 1-0 achterstand heel snel de 1-1. Ja, en dan drukken we snel door naar 3-1. Dus toen was het beslist. Was die 1-0 achterstand nodig om misschien de spelers een beetje wakker te schudden? Dachten ze wellicht een beetje te makkelijk over deze tegenstander? Nou, niet te gemakkelijk. Maar als je achter komt te staan, dan schakelt er toch wel wat van extra. We willen dan ook wat risico's nemen. Nou, die risico's die pakten gewoon heel goed uit. Door snel naar voren te spelen. En door Melvin Veldhuis, die dan toch vooral bij de eerste goal heel beslissend is door voor de man te komen. En dan een prima assist te geven, zodat er gescoord kan worden. Manuel Issa was geblesseerd, speelde vandaag weer mee. Direct een hele wedstrijd. Heeft hij dat zelf aangegeven? Nee, we hebben afgesproken van tevoren dat hij in ieder geval een helft zou spelen. En zo kijken hoe het ging. Nou, in de rust was er eigenlijk niets aan de hand. En ongeveer 20 minuten na rust heb ik hem weer omgevraagd. Nou, hij kan daar gewoon prima spelen. En als hij gewoon op zijn ervaring speelt, dan kan hij de wedstrijd prima uitspelen. En het is ook wel heel erg goed dat hij toch weer een keer 90 minuten in de benen heeft. Dat hadden we niet van tevoren bedacht, maar achteraf is het gewoon prima gegaan. Wat vind je vandaag van het rendement aan kansen? Dat rendement is nog te laag. Kijk, in de competitie wil je echt heel belangrijk zijn. Juist de halve kansjes tot een doelpunt moeten promoveren. Ja, dat hebben we vandaag niet gedaan. We hebben redelijk wat kansen gehad. En ik vind dat we nog weer meer moeten schieten. We combineren te lang door. Maar goed, dat zijn wel de coaching waar we steeds doen. En ik merkte het vandaag al wel dat er meer geschoten wordt. Dus daar zijn we mee bezig. Maar ja, dat kun je niet van het een op het andere moment veranderen. Dankjewel, heel veel succes. Ja, graag gedaan, dank je. Deze video werd u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen.